Jawel, daar zijn we weer. En wel in Alphen aan de Rijn, de Tolstraat. Aan de rand van het rode dorp waar ze tegenwoordig erg oranje zijn. En hier staat het huis waar de kleine Johnny Heitinga een grote John werd. En elke dag stuiterde hij met de bal richting de school. De Groen van Prinseren School. En de meester van vroeger denkt met veel plezier terug aan kleine John. Die nu het hart van de defensie van Oranje vormt. John was een hele sociale, rustige jongen. Die heel goed in de groep lag. Had veel vriendjes. Maar was nooit overdreven met zijn sport bezig. In die zin dat hij zich erop liet voorstaan. Leuke jongen. Wanneer merkten jullie van dit zou wel eens een grote kunnen worden? Nou, toen hij eigenlijk hier op school kwam, speelde hij al bij ASC. En toen hadden we al door dat hij heel goed was. En toen is hij ook al heel snel naar Ajax gegaan. Hij mocht verder dan ook nooit met schoolvoetbaltoernooi meedoen, hoewel dat dat heel graag wilde natuurlijk. Hij was te goed. Hij was te goed. En ze waren bang dat hij geblesseerd zou raken. Zit er hier op school nu ook misschien een nieuwe Johnny? Nou, dat is moeilijk te beoordelen. Er wordt wel altijd gespeeld hier op schoolplein en er worden leuke dingen met de bal gedaan. Want te zeggen een tweede John, dat zit er voorlopig denk ik niet in. De man toch wel aan de linkerkant was Elgeroy Elia tegen Denemarken. Speelde 59 wedstrijden voor ADO Den Haag. Ging naar Twente HSV. Is nu oranje klant en groeide op in de Haagse Molenwijk. So I'm familiar with Australian guys. En dit is het orakel van Leiderdorp. Hij was ooit basisspeler in het oranje WK-elftal van 1974. Zonder drank en vrouwen wordt Nederland geen wereldkampioen. Hoera, hoera, hup, Holland, hup. Wim Rijsberg, hij speelde voorstopper en speelde Rinus Israël uit de basis. En ook hij verloor tegen de Duitsers. En dat was de aftrap. Rijsbergen. Tegenwoordig is Wim Rijsbergen voetbaltrainer voor wie een nieuw buitenlands avontuur longt. Hij heeft gekeken en schijnt zijn licht op UA Elia. Nou, ik let wel op verdedigers. Maar ik let in principe overal op. Maar kijk, gisteren bijvoorbeeld praat iedereen over een geweldige pas van Sneijder op Elia. Maar die verdediger staat gewoon verkeerd. Want die bal wordt door het centrum gespeeld en die verdediger staat aan de andere kant. Dan denk je, ja hallo, dit is een prachtige paas. En ze zien het ook. Kijk, die Sneijder heeft gewoon het vermogen om dat te zien. Maar als die verdediger goed staat, dan kan Elia zo niet naar die goal. Elia is iemand, dat heb je gisteren gezien, die kan in één actie iemand voorbij gaan en dan is hij hem ook echt kwijt. Want zo snel is hij. Gisteren was hij even op tv dat hij zegt, ik heb overal scheid aan. En waarschijnlijk moet je ook zo opstellen. Want bedoel, anders word je, als je een keer slecht speelt, word je weer de grond ingeboord. Als je dan een paar goede acties hebt, dan ben je ineens weer de beste die er op de aarde rondloopt. En zo'n ventje die gaat onbevangen. En daarom doet hij ook van die dingen die kan je niet van tevoren bedenken. Dus dat is echt nog zo'n momentenvoetballer. Heeft toch ook wel oog om met zijn medespelers samen te kunnen spelen. Maar hij doet nog wel dingen die ook voor een tegenstander niet, daar kan je niet op instellen. Elia heeft nog, denk ik, qua snelheid nog wel meer in huis dan Robben. Kijk, Robben heeft wat op de kleine ruimtes, heeft hij nog wel een prachtige slalombeweging. Plus een goed schot als hij zo naar binnen komt. We gaan straks zien, als de switch zou komen, staat Van der Vaart er wel in, ja of nee? En dan gaat het erom, hoe gaat Van der Vaart daarmee om? Ja. Nou, de grote vier gaat misschien straks wel veranderen. Hè? Dat Van der Vaart er bijvoorbeeld niet in staat. Nou ja, dat worden de momenten dat er misschien wat onrust kan komen. Plus het feit dat Elia dan ineens de grote man gaat worden. Nou ja, hoe gaan de anderen daarmee om? Hè? Als Van Persie nog twee slechte wedstrijden speelt, dan loopt hij misschien met zo'n chagrijnige kop rond. Wie weet. Ik bedoel, het is niet te voorspellen. Het is niet te voorspellen. Ik heb de eerste wedstrijd van Rooney bekeken in Engeland. Nou, ik heb nog nooit zo'n chagrijnige gozer op het veld gezien als die Rooney. Want die liep ook met zijn ziel onder zijn arm.
En die dacht, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Dat gevoel heeft u misschien ook de komende weken. Als u een wedstrijd van Oranje aan het kijken bent, met vrienden of in een café, dat u denkt, dit is het moment. Hier maak ik een foto van. Een juichende hond. Ja, of gewoon een emotionele uiting. Of gewoon een sfeertje wat u vast wil leggen. Dan kunt u meedoen aan een wedstrijd. En dat doen we interactief, crossmediaal. Dan kunt u dat lineair vanuit uw huiskamer al twitterend via de Oranje Skype naar ons opsturen. Het gevoel spreekt daar de belangrijkste rol. Emotie in de foto. Meedoen? Stuur je foto naar foto@omroepwest.nl. En aanstaande vrijdag, dan kleuren wij West weer oranje.